mijn bier allemaal huisjes. Oh. Ja, ja. Bijna. Nou, daar zit er eentje. Nou, dan pak ik wel vanaf. 1, 2, 3. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Alleen Roderick heb ik aan de telefoon. Ja, die is aan het werk. En het is namelijk zondag 18 juni 2023. En het is inderdaad 3 uur. Ja, ik lieg er wederom weer niet over. Maar ik sta op het punt om weg te gaan, want ik neem jullie namelijk gezellig mee. Ja. Ik heb het al met, ook al met Rauw overlegd en die vindt het ook niet duur. Dus daar gaan we zo meteen naartoe. En dat gaan jullie ook zo meteen gezellig zien. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. En geniet ervan. Ik ben binnen. En wat is het hier lekker rustig. En oh zo mooi. Wat is dit gaaf. Echt waar. En ik zie daar toch iets moois. En het loopt nou net uit beeld. Ja, het loopt nu net uit beeld. Maar het is heel veel. Wat ik hier nu al zie. En ik mag hier gewoon filmen. Maar inderdaad gewoon weer even opletten op de kijkers. Ik bedoel de bezoekers. Zo, kijkers, bezoekers, ja. Hè? Maar, oh, wat is deze mooi. Oh mijn god. Oh mijn god. Wat een struisvogel. Oh mijn god. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Wat zeg ik? Hij is heel gaaf. Deze. Mijn god, wat is hij rood. Mijn genade. Ja, mooi hè? Ja, heel. Hij is echt groot. Zo, echt hè? Oh, wauw. De hoofdroute is dat. Nou, dan gaan we ook gewoon lekker de hoofdroute gaan volgen, jongens. Gaan we zeker in de hoofdroute volgen. Oké. Okay. Nou, ik weet niet of we hier wat te zien gaan krijgen. Dat weet ik dus niet. We zitten echt overal en ergens. Dit is kwak. Nou, waar kwak zit, weet ik dus nu niet. Je zal ergens rondzwemmen. Lekker aan het liggen. Chill. Oh, kijk, er zit eentje op het hek. Oh,
Nou, daar staat er een mooie vaart. En daar zit er ook nog eentje. Ja. Leuk man. Oh, ik weet of u het heel goed kunnen zien. Ja, en er zit daar precies eentje in dat holletje. Maar die heb ik al niet. Ik kom maar blij door. Ah, ja. Er zit hier eentje precies in. Zo grappig om te zien. Ik weet totaal niet wat ik mij hier voor moet stellen. Het is ook voor mij echt hier nieuw. Maar het is hier wel heel mooi, dat zeker. Kijk, komen we hier dus nou weer uit. Grote vijver, pinguïns, ga zo maar even door. Dus. Oké, hey. Yeah.
zijn ze gekomen. Daar ben jij zo dan. Hi. Ga je serieus om, want ik had nu op voor mij? Hey. Kom eens mooi staan. Wow, ja, dank je. Dank je wel. Maar even blijven, hè. Je moet wel even blijven. Ja. Hé. Hey. Wat ben jij mooi. Wat ben jij mooi. Ja, hè. Vind je het leuk dat ik even aan het filmen ben? Nee, ik vraag wat aan jou. Hé, hey, doe je. Dank je wel. Ben jij mooi, hè? Ja. Zo dan. Wat ben jij mooi. Ik krijg niet alles erop hoor jongens, want sommige vogels die zijn echt klein. Ja, en sommige verstoppen zich. Oh, kijk. Hier zitten jullie verstopt. Hier zitten jullie verstopt. Dan hebben we deze nog. Ik zou zeggen, ik ga nu alleen de naam op filmen. Een plaatje en de rest kunnen jullie allemaal wel waarschijnlijk op internet vinden. Dan hebben we hier zo. Oh. Die daar, dit is dat deze dus. Deze twee.
Nou, en deze kennen we allemaal wel, de zilvermeeuw, ja. De zilvermeeuw, ja, Jan van Gent dus. Dus als je ze wil voeren, mag eigenlijk officieel niet, hè, in Nederland, maar... Kun je beter dit en dit gaan voeren. Nou, heb je hier zo'n grote rotmast ook nog. Geitje, Mina. En dan hebben we hier dus ook nog de... Europese ooievaar. En het is mega groot hier, hè? Het is mega. Kijk dan, hè? Ze hebben hier een hele grote zwemvijver. Heel gaaf. Dan zie je lekker broeden. Een stekelboom. Een stekelboom. Oké. Dat is dus met deze grote bladeren. Dus nou, dan weet je dat dus ook. Dat dat dus een stekelboom is. Ja. Kijk, en deze zien we dus ook heel vaak onderweg. En hij is dus een duikkampioen. Ja. En dit is ook wel weer een heel leuk weetje. De wilde eend kan je dus herkennen, en de mannetjes, vooral aan hun gekrulde staart. En hier zie je dus ook inderdaad een gekrulde staart. Dit is dus een wilde eend. Ze komen dus ook gewoon buiten deze park om. Dus ook gewoon in normale vijvers, sloten. En nou, als je dus zo'n krulstaartje ziet, dan is dat dus een mannetje, jongens. Ik vind dit ook wel een hele leuke eend, hoor. Zo cutie. En daar hebben we een ooievaart. Ja. Oh, heerlijk dit zeg. Zalig. Alleen het is een beetje wel een beetje aan het regenen. Heel klein beetje maar hoor. Het is nihil. En hier heeft een ooievaarsnest gezeten. Ik weet niet of jullie dat heel goed op beeld zien hoor. Jawel, kijk. Er komen steeds weer beter erbij. En kijk, oh, ooievaar. Ja. En hier heeft hij gezeten. En daar zit hij dus daar bovenop. Ja, lekker man, eventjes. Daar kunnen we niet in. Mag ook niet. Hoeft ook niet, weet je. Heel mooi gedaan zo'n park, hè. Oké. Ik zie wat daar in die boom. Dan hebben we hier de ringstaartmaki. Dan hebben we hier de rode fari. En dan de ruinbuikmari.
Niet voeren, niet aaien, niet eten. We hebben er twee. Kijk, de bovenkant. Kijk hoor. Zit ik nou goed? Ja. Kijk dan. Je loopt er echt gewoon middenin. Nou, ze is dus nu al net geweest. Nou, dan weet ik dat dus ook. Dat is ook leuk om dat te weten. Check. En dan de halfaap. Ik heb die nog niet gezien hier. Zo snel. En de vrij gezellig. Ja. Leuk. Ah ja, ik zie ze lopen. Ik zie ze lopen dan, hè? Ik zie ze lopen en ik zie het ook zitten. Kijk, daar zit er een. En hier lopen ze, hè? Kikken. Wat geweldig, hè? Kan. Ja. En dat je dus zo hebt, dat stiekem al, wat ik echt vind, het echt vervelend. Dan heb je allemaal dus allemaal dingetjes. Overtreft net iets mee. Verwachting. Ik heb het andersom ook wel eens gehad dat ik daar een paar dacht en ik dacht. Nee, ik vind het. Ja, ook eerlijk is eerlijk in de winter. Dat maakt het ook. Ja, als je in de winter leeft, nee, dat is het. Maar dat is hier. Ja, dat maakt het. Wat een rust staat er van de hele tijd, hè? Ja. Er hier nog één. Wat is er dan? Alleen je pleister past er ook nog wel goed bij, toch? Ja, dat vooral. Kijk, er zit weer eentje hoor. Lekker te chillen. Dan hebben we hier ook nog weer wat. Kijk dan.
Maar waar ik dan niet tegen kan, en dan willen toch mensen het gaan aaien. Het staat alvast de huisregels. Niet eten of drinken, eten zwaar opbergen, niet voeren, niet aaien of aanraken. Op de paarden blijven en niet roken. En toch wordt het gedaan. Waarom? Ik snap dat dan weer niet, hè. Waarom moet je toch en toch zo'n dier aanraken terwijl dat gewoon een huisregel is? Gewoon niet doen. Ja. Wie ben ik? Het is wel heel mooi. Nou, net liep ik dus aan de overkant. Daar helemaal liep ik dus net. Oh, heerlijk. Het is nu 4:30. Nou, rond 4:30 gaat het dicht. Dat weet ik. Ik ga even lekker naar boven staan. Kijk eens. Kijk dan mij. Kijk dan. Ja, ja. Het is hier zeker een heel mooi park, echt waar. Ook al kom je niet eigenlijk voor de dieren en je wilt toch even de rust, kun je altijd gewoon even je rust opzoeken. En alle dieren zien. Gewoon eventjes voor jezelf. Even de rust. Lekker, helemaal geweldig. Ja, oké, okay, dit hoor je dan wel, maar joh. Kijk eens aan, hé. Kijk, kijk eens aan. Oh, we kunnen ook lekker naar boven kijken, joh. Dat is helemaal gaaf. We gaan naar boven, jongens. Oh, ik zie hem. Ik zie hem. Oh, ga naar boven. Ik zie hem. Ik zie de mooie zeearend, jongens. Ik zie die hele mooie arend. Oh. Een pauw ook nog, hé. Keurlerisch. Daar hebben we de pauw. Oh, kijk dan. Kijk. Ben jij mooi? Nou, en daar zitten ze dus. De zwarte wouw. En de Staalse zeearend. Zo, kijk hoor. Wat is er dan? Wat is er dan? Nou, deze verstopt zich ook weer lekker volgens mij ergens. Dan hebben we dus de waaierduif. Ah, dat ben jij dus. Dan hebben we de rotsschild pauwverzand. De balenspreeuw. En zij de spreeuw wat ik al zei. Kijk. En deze zag ik toen ook. En ook in de... Ja, en die andere, zeg maar.
Wat is er dan? Hoi. Nu zijn we toch al genoeg? Dit is dus de plattegrond. En ik sta dus nu hier. En even kijken. Ja. Ik ben eigenlijk zo gegaan. Zo. En dan ben ik zo gegaan. Helemaal zo omheen. Zo. Daar. En nu sta ik hier. Dus nu moet ik hier deze kant op. En dit is dus in aanbouw. Dus dan gaan we dat nog doen. Want hier hebben we ook iets leuks. Oh my god! Dit is zo. Hey Casper! Casper, kom maar snel! Rustig! We worden ze ook en gestrest van, hè, schreeuwen, hè? Kan beter gewoon rustig blijven. Oh, wow. Is beter ook voor ze. Nou, dit is dus nog in aanbouw. Mooie palmbomen weer ook, hè? Zo mooi. Hey. Oh. Is het oké als ik even you filming? Sorry. Mag ik you filming? You want papa? Nee, I am vlogging. English, sorry. I am vlogging. Ah, you want YouTube. Yes. Nou, op jij ze. Leuk. Is het zo? Oh. Kijk, hij komt ook gewoon bij je zitten. Ja. Emma, hij komt gewoon bij je zitten. Je kan gewoon, Emma, als je het gaat, ga maar met je bakje naar hem toe. Dan komt hij wel bij, hoor. Oké. Kijk, dat kan je bij deze ook doen. Oh, joh. Beetje gebeten? Ja.
Duikvlucht. Hij is wel leuk, hè? De zwarte zwaan. We hebben hier nou de zwarte zwaan te pakken. Dus wat een zwaan, jongens. Hij wordt naar buiten geduwd, maar hij wil dus, hè? Weet je ook gelijk hoe ze horen als ze dit geluid maken? Ik loop niet heen, hoor. Ja. We hebben hier allemaal huisjes. Oh. Ja, ja. Bijna. Nou, daar zit er eentje. Nou, dan pak ik wel vanaf. 1, 2, oh nee, sorry. Lieve andere zwemmen. Oh ja, wat is het allemaal hier? Kijk eens. Lekker weer, hè? Mag ik lachen? Hoe hij het helemaal vertelt, heerlijk. Oh, zalig. Kom jullie dan? In die hoorde tijd, hè? Hop! Nou, water op, maar dan blijven die bescheut met muisjes, nou? Ja, oma en opa, kom ik kijken. Oh, cute. Oh, het gaat lekker waaien, heerlijk. Oh. Ja, wat gaan jullie allemaal doen? Blijven jullie daar staan of gaan jullie ook nog? Kom dan. Dus je kan toch kijken. Oh, we willen zien dat ze de eerste tapjes maken. Hoe kom je op al die leuke verhaaltjes zo? Heerlijk. Twee en drie.
loop je nou naar buiten, jij kleine. Ja. Voor het eerst hier naar buiten. Oh, nee. Oh. Ja. Dat is het hier. Oh, zo, die staat even vol in beeld. Vol. Die kleine die komt er zo uit. Kom dan. Ik heb alleen maar witte buisjes hoor, die zwarte. Die gaan voortrekken. Ja, dat zijn vogels. Alleen je kunt niet zien. Onder water vogels. Jij komt eruit. Hey mensen, wat een goede leven. Hier ben ik dan, in het daglicht. Kom naar buiten met zijn donzige huid, donzige huidje. Hop! Kijk, hebben jullie nou gezien wie dat is? Kijk, Big Boss komt eruit. Kom. Kom nu nog een trompet. Oh, je nou hier op boord? Kijk, kom maar kijken. Ja. Ga even in mijn kop. Er staan ook andere kop. Er zijn allebei van mij. Hoe kom je eraan? Die heb ik door midden gedaan. Kijk daar dan. Daar zit die baby. Dat is leren. Nou, dat is het. Hij is best groot. Hij is wel mooi. Leuk. Kom nou buiten, kleintje. Kijk, hij is nog een beetje dom gaan. Ja? Het is de mooie wiel binnen gezeten. Nee? Ja, jullie. Ja. Zo, jongens, af en toe. Wat een mooie verblijf hier. De ara en de vliegende ara's. De vliegende ara's hebben we denk ik daar, hier zo dan. Of hier ook, geen idee. Want... Ja, wat? Moet je komen? Het is nog wel lang open, moet ik zeggen dan, hè? Oh, en dan doen ze hier dus de shows. Ah, check. Check, check, dubbel check. Nou, dan zijn we er ook alweer bijna, denk ik zo. En ben jij mooi? De gala. Als ik het zo goed uitspreek. En er zitten nog veel meer daar op het rijtje. Nog vele malen meer. Daar zitten nog een paar. Daar zitten wat. De Seram edelpapegaai hebben we ook nog. Ja joh, we hebben hier zoveel. Ja,
Moet eens kijken hoe groot het ook is, hè, eigenlijk. Kijk eens aan. Dan hebben we hier de zwarte maskerribbis. Kom er maar eens uit, deze naam. En de reuzenmiereter. Oké. Nou, waar hebben we die? Waar kennen we die spotten? Geen idee. Ik zie het niet. Het is denk ik ook nu ook veel te warm voor ze. Maar die hebben we dan ook hier. Ja. En weer een mooi huisje. Geen idee waarvoor. Kun je waarschijnlijk over dit allemaal kijken. Denk ik zo. Als je hierboven kan kijken. Dat denk ik wel. Zal ik eens gewoon eens even kijken boven? Ja, joh. Ben dan nou toch, zeg maar, hè. En anders had je hier wel een koortje gehad en dat ik er niet op mag. Dus ga gewoon eens even kijken. Kijk eens aan. Ja, ja. Dan hebben we deze weer hier. Dan hebben we deze. En we hebben deze. En dan kan je dus hier overheen kijken. Ah. Ja. Hier ook dus een hele omgevingsgebied waar je dus kan kijken, joh. Heb je ook nog een speeltuintje? Heel gaaf hier, hè? En het is ook groot. Kijk. Deze keer aaien dus. Niet aaien. Thank you.
Dit is zo'n leuk park, echt waar. Het begint nu ook lekker te waaien, jongens. En om 6 uur gaat het dicht, dus ik heb nog 3 kwartier. Ja. Kijk, daar hebben we er weer een. Weer in de boom. En daar ook nog helemaal boven in de boom. Dus hier en daar. Ik zou best hier eens een keer een nachtje willen blijven, heerlijk man. En daar hebben we ook nog een hele grote ooievaarsnest daar. Zo dan. Kuleris. Nou, deze is dus uit, jammer. Want het zal ze weten het wel hebben. De rode titi. Een wit gezichtshaakje, oké. Kikken. Ze liggen allemaal lekker te slapen. En terecht. Het is ook veel te warm, joh. Het is veel te warm voor ze. Ja. Want dat wordt ook hier al gezegd, hè. Kijk. En die komt in beweging. Die komt in beweging, die daar. Die komt... We hebben hier eentje, zeg maar. En dan hebben we daar, even kijken. Daar hebben we er een. Dan hebben we daar er twee zitten, zeg maar. Zo gaaf hoor, dit. Een bruine brilaap. Nou, dat is die. Die we dus daar zien. En dan de rode titi. Ja. Dus dit staat onder zwakke stroom. Check. Kijk eens hier. Moet je eens kijken hoe mooi. Ja, het stikke idee. Oké. Kijk dan. Het begint ook al lekker te waaien en een beetje te rommelen. Helemaal geweldig, jongens. In de verte rommelt het al lekker. Dat is wel lekker, joh. Kun je daar gaan, hè? Dit is een hele grote foyer voor ze. Heel gaaf. Oké. Ja, er liggen inderdaad dode dingen, maar dat ga ik dus niet filmen. Expres niet. Ik weet niet of de kinderen kijken die daar wel of niet tegen kunnen. En dan ga ik daar zo meteen weer naar binnen en dan kom ik daar zo meteen weer uit bij dat gebouwtje, zeg maar. En daar hebben we er ook nog één mooie. Nou. Overal beelden ook. De tropenhal, jongens. Ik mag hier nog naar binnen. Ik heb het net nog gevraagd. Geen honden, nee, dat snap ik. Nou, we gaan naar binnen. We komen hier heel veel dingen tegen. We gaan naar binnen en ik ga zo eens wezen.
heb er niet echt heel veel zin in, want ze zijn denk ik allemaal moe. Gewoon even een warmte, joppie. Wees gewoon nog veel groen. Steenduif.
Nou, het is gewoon zoveel, jongens. Echt mega veel. Om eigenlijk allemaal aan jullie te laten zien. Ik vind die zo mooi, hè. Deze grote. Wat is Aventura toch ook leuk, hè, hier. Lekker in de buurt. Niet eens zo heel lang rijden. Maar ik moet ook weer eens een keertje binnenkort naar die andere. Ja, maar het is echt zo geweldig mooi hier. We zijn weer terug, want net ben ik die kant op gegaan. Ik kom dus daar naar uit. Maar ik weet niet of die grote unit hier nog ergens rond banjert. Hoop ik eigenlijk wel, maar ik weet het niet. Oh, dit is een. Oh, kijk. Eens even kijken, is hij er? Ja of nee? Zo. Hebben we ook nog een speeltuin? Oké. Ja, hij is er nog. Ja, je bent moe, hè? Kijk dan. Ja, en toen? Ga je erop staan of niet? Kom dan. Een Noord-Afrikaanse struisvogel, jongens. Oh, wauw. Nou, jullie hebben hem al zien lopen, eerder in de vlog. Dan zeg ik, en nou ligt hij even lekker te rusten. Ja, ik heb het over jou, ja. Ik heb het nou even over jou. Ja. En ik zag dus nu net ook nog dat er een speeltuin eraan vast zit. Welkom in de speeltuin. Moet eens kijken. Er zit gewoon nog een speeltuin aan vast. Wel chill voor de kids. Moet eens kijken. Geweldig, hè, dit nog. Hoe dan? Top. Wat zeg ik? Het gewoon, het. Hoe dan? Het is zo leuk. Gewoon nog een speeltoren voor, gewoon een speeltuin voor en voor kinderen. Ah, dit is bizar, echt waar. Dit is magnifiek, echt waar. Dit moet dus zo bediend worden door wat of zo, geen idee. Of moet je dat zelf gaan doen? Het is wel leuk. Ik zie ook hier niks erbij staan en zo, maar ze zijn wel weer dicht. Dat is ook al lekker dicht, maakt niet uit. Maar je hebt hier dus nog een heel groot speelpark erbij, jongens. Oh, kikken. En deze wou ik dus van dichtbij gaan filmen. Maar ja, dan loop ik alweer hier en dan zijn we daar. Ja, dan ben ik bij je en dan is het weer niet goed. Nee. Kom dan. Ja, dan moet je wel komen. Kom dan. Nou, hij ziet er dus nou nog zo uit. Ja, mijn genade. Ziet er echt niet uit, hoor. Oh. Dat is echt schande. Nou, ik ga hem wassen, jongens. Hier zelfs, hier. Oh. Schande. En tadaa. Hij is weer mooi schoon. Zoals je dus wel kan zien, kijk. Dus, hij is weer mooi schoon. Ja. Dus ik ga weer erin.
En ik ga glijden. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik weer zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.